Yo pieps, welkom bij een nieuwe unboxing van Gamersnet.nl. Marcel zit achter de camera, ik weet niet of het waar met dat melden, maar vind ik gewoon gezellig. En we gaan de PlayStation 4 Pro unboxen. We hebben hem hier, de PlayStation 4 Pro Jet Black 1 Terabyte Fall-in Edition. En ik vergeet even één ding, dus die moet ik even halen. Dus, je mag wel meekijken hoor, het is toch maar een unboxing, dus dan kunnen we gelijk. Het is allemaal improv hè dit. Zo ziet het er hier achter de scherm uit. Zie je dat daar is een green screen? En hierachter, dat is de tuk-tuk. Hoe ver is dat? En is een lamp, dat is ook vet. Maar goed, ik pak even de andere PlayStation, de oude, want dan hebben we gelijk wat vergelijkingsmateriaal als we straks de nieuwe hebben unboxed. Want hij is groter, op meerdere vlakken. Maar daar kom ik zo op terug. We gaan hem openmaken. Ik heb geen idee hoe we dit... Kijk, dat is altijd mooi in PlayStation. De doos aan de binnenkant is eigenlijk gewoon wit. En dan kunnen ze de buitendoos elke keer veranderen naar... Weet ik veel, speciale edities en zo. Wow! Wow, er zitten gewoon boekjes in. Check dit. Gewoon een boekje van de PlayStation 4 Pro. En veiligheidsgids. Best wel heftig. Voor epilepsie en zo. What the fuck? Nou, het zit erin. Er zitten boekjes in, dus is af, hè. Nog een boekje. Er is veel lectuur aanwezig in deze. Ik begin even met de zijkant, want daar zullen we alle snoertjes en stekkertjes in zitten. Nou, dit is de voeding, dat is al wat chill. Dit is de USB micro voor je... controller. En de controller zien we hier. Die is gewoon eender met de oude controller. Hetzelfde betekent dat. Dus daar is niet zo heel bijzonders aan. Maar waar het natuurlijk om gaat is, hier is die, de PlayStation 4 Pro editie. Kijk hem gaan! Dit is hem Marcel, hoe vet is dat? Hij is helemaal mat. In tegenstelling tot de oude, die is half mat en half glanzend. En hij heeft, in tegenstelling tot de andere, heeft hij niet twee lagen, maar drie lagen. Ik zal die andere even bijzetten, die zit zo naast. Check, dit is het verschil. De laagjes zijn wel smaller. En hij is ook ietsjes groter als je het van boven filmt. Hij is gewoon een stukje breder, de Pro. Daar komt eigenlijk op neer. Hier zie je een stukje erbij. En dit is hem, jongens. Een ander verschil is dat de aanknop en de eject-knop... Die zijn nu daadwerkelijk indrukbaar. En dat was best wel een klacht van die eerste PlayStation Pro. Dat altijd maar een beetje een gok was. Of de eerste PlayStation 4. Dat altijd een beetje gok was. Heb ik er nou opgedrukt of heb ik er niet opgedrukt? Was altijd een beetje lastig. Of dan wilde je hem aanzetten en dan drukt hij op eject. Dat gebeurde mij heel vaak. Maar nu heb je gewoon... Ze zitten ook ver uit elkaar. Dus je kan je niet vergissen. Aan de zijkant zit de aanknop en hier zit de eject knop. En niet meer te vergissen. Nou, dit is hem. Hoe vet is die? Ik vind hem wel iets strakker. Iets stijlvoller of zo. Aanstaande dinsdag. Wow, dit detail is echt vet. Kijk aan de onderkant. Dit zijn alle icoontjes van PlayStation. Daar leunt hij op. Hoe tof is dat? Echt super vet. Nou, anyhow. Aanstaande dinsdag is natuurlijk een nieuwe Gamers at Gear. Gisteren hebben we de NES Classic behandeld. En aanstaande dinsdag behandelen we de PlayStation 4 Pro. Gaan op 4K gamen. Wordt fucking awesome. Dat aanstaande dinsdag in Gamers at Gear. Bedankt voor het kijken. En dit is dus de PlayStation 4 Pro. Wow.